just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Hey, goeiedag. Ja, hallo, dag meneer. Meneer Van Reven, prima. Ik ben zaterdag net aangekomen, dat heeft u al gezien. En ik denk, ik ga gelijk hier naartoe. Want, wat is er aan de hand? U komt in aanmerking voor een ster. De Dunlopster. De Dunlopster? Ja, de Dunlopster. En dat is de hoogste onderscheiding zo'n beetje. Nou, de Michelinster, die telt dan ook nog wel mee. En het is de bedoeling, het is eigenlijk een nek-aan-nek race hier in Limmen. U moet concurreren met Stol. Ja, dus dat, u voelt dat wordt niet eenvoudig. Dat wordt niet eenvoudig. Nee, dat wordt niet eenvoudig. Dat wordt niet eenvoudig. Maar ik ga gewoon uw pand eens bekijken. We gaan eens eventjes kijken hoe de toiletten eruit zien en hoe het eten is uiteraard. Nou, onze koks zijn volop bezig. De koks zijn volop bezig. Kijk, zou ik zeggen. En tenslotte ga ik natuurlijk hier een hapje eten, dat begrijp ik. Uiteraard. Even om het geheel af te ronden. Hartelijk wel. Hartstikke goed. Zullen we eerst even naar de toiletten gaan? Nou, wij gaan eerst even naar de toiletten. Ja, oké. Hier hebben we sectie 1, dat is het damestoilet. Aha, even een blik. Het ziet er netjes uit. Ziet er netjes uit. Ja hoor. Hier kan je aardig je best doen. Ja hoor, perfect. We gaan verder. Ja, het is nog een andere opstelling dan bij de dames natuurlijk. Ja, maar ja. Leuk om even... Zo, even kijken, hier hebben we de urinoir. Leuk om naar te kijken. Netjes afgewerkt. Kijken. Het werkt. Ja hoor, het werkt. Zo. Sectie 1, sectie 2. Wel. Dan gaat u rustig uw gang hoor. Laat u niet afleiden. We moeten heel wat eten. Zijn we groter? 16 koks, doe maar. Kokkinnen. Ja, kokkinnen ook nog, ja. Kokkinnen. Zo, goeiedag allemaal. Gaat u rustig uw gang hoor, ik kijk even wat rond. Even kijken hoor, dit is een gokautomaat of zo? Ja, dit is een gokautomaat. Moment. Zo, eens even kijken wat hier allemaal. Nou, schrik je niet van mij hoor. Ga rustig uw gang. Ik ben misschien wat luidruchtig, maar ik ben ook enthousiast. Hè. Met de slot. Even kijken, wie hebben we hier over kok? De kok met COCK. Wat zijn we hier aan het maken? Ja, fazant Sinterklaas. Ook al fazant? Oh, dus het is wel afwisselend allemaal. Ja, met zuurkool. Met zuurkool. Een zuurkool, fazant, kroket, hoort ja, dit? Zoiets. Ja, origineel. Je moet er maar op komen natuurlijk. Ja, sowieso. En dat gaat in plastic? Ja. En dan blijft het daar voorlopig in zitten? Ja. Oh. Oh, ja, natuurlijk. Wij gaan nu naar de koepelzaal. De koepelzaal. Ah. Ons bedrijf. Waar veel mensen hun bruiloft vieren. Aha. Of bruiloften en partijen. En partijen, ja. De koppel, dat doet me ook aan de gevangenis denken. Nou, dat is... nou Sinterklaas, dat nou, is de hier niet hoor. Nee. Integendeel. Mooi entree. Ga erover. Alles is aanwezig. Ja. Alsjeblieft zeg. Dit is de kaaf gastronoom, Sinterklaas. Ja. Veel wijn uit Spanje natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Uiteraard. Ja. Geweldig. Een brede selectie. Ja. Wat is er mooier dan een mooi glas wijn bij een mooie maaltijd? Absoluut. Toch? Dat is een must. Dat is een must. Ja. Fantastisch. Zijn het ook allemaal droge wijnen, meneer Van Rees? Nou, van fruitig tot droog. Van fruitig tot droog, met een vochtige afdronk. Met een vochtige afdronk, ja. Ja, precies. Ja. Geweldig. Dat brengt mensen in de juiste stemming. Ja. Ik zie hier al wel Torres Gran Corona, als ik bedoel, maar van 97. Ja. Alsjeblieft. Of het niks is. Ja. Heeft u ook nog Japanse wijnen of niet? Nee. Japanners, dat laten we daar. Oké. Okay. Ja. Nou, die maken trouwens toch alles maar na. Afdelingjes. Denkt u om het
afstapje. Ja, straks waarschijnlijk een opstapje. Ja, ja, een opstapje. Ja. Oh, ja. Hier allemaal huiskamer. Dit was ook vroeger een huiskamer. Oh! Lange tijd geleden. Ja, precies. Maar in de loop der jaren is dat allemaal veranderd en verbouwd. Juist. En het heet ook de Oud-Hollandse Kamer. Dit heet de Oud-Hollandse Kamer vanwege de vloer. Ja, ja, natuurlijk. Uitstekend in de basis. Het lijkt me uitstekend genoeg. Oké, gaan we doen. Tot u verder. Ja. Eerst, ik wou alleen nog eventjes uw parkeerplaats. Gaat u maar mee naar buiten, Sinterklaas. Okay. Sinterklaas, kom verder. Ja, 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 meneer Garees. Ik heb ontzettend gehoord. Het zal mij toch echt benieuwen. Nou, mij ook. Ja, dus het is voor u ook spannend. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Nou, een van onze oversten komt zo direct hetgeen wat u besteld heeft al. Ja. Komt het zo direct als ik het natuurlijk lekker vind, hè. Als u het lekker vindt. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Daar komt het al aan. Snelheid is ook al als hier, zie ik. Ja, dat zijn we onbekend, Sinterklaas. Ja, ja. En wat mag dit wezen, meneer? Een kotelet. Nee, dat is niet wat ik zoek. Ach, Sinterklaas, dat spijt mij zo. Ik dan breng het maar weer naar de keuken. Ja, nou ja, weet je, Sinterklaas kan wel eens kritisch zijn. Hè? En, ik had nou zomaar niet zo'n trek in een Willem kotelet. Oké, okay, Sinterklaas, oké. Okay. Kesseler Rip, precies hetzelfde. Kesseler Rip. Dirk Jan, tafel 4. Zo. God, toch een heerlijke trek. Zo, daar heb ik wel over. Ja, nou, Sinterklaas. Ja. Kesseler Rip. Kesseler Rip. Ja, nee, dat is toch niet waar ik trek in heb, meneer Van Rees. Dirk Jan, neem maar weer mee naar de keuken. Sinterklaas is wel lastig. Sinterklaas kan lastig zijn. Kan lastig zijn, ja. Dirk Jan, tafel 4. Lastige tafel. Zo. Het is maar goed dat ik wat doof ben. Ja, dank u wel, over. Wat mag dit wezen, meneer Van Rees? Wilt u dan Chinees? Nee, toch niet weer, hè? Nee, echt niet, echt niet. Dirk Jan, neem maar weer mee naar de keuken. Nee, 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 Chinees. Ik heb gisteren nog Chinees genuttigd. En 2 dagen achter elkaar Chinees, dat kunt u niet meer aan. Dat kan ik niet meer aan, nee. Dat is. Dirk Jan, tafel 4. Nieuwe kans. Ja, zeg dat. Nou, Sinterklaas, u ziet. Nou, jullie doen jullie best, meneer. Al onze koks doen super hun best. Wat kan dit zijn, meneer Van Rees? Marco Cotelet. Een Marco Cotelet. Ja, kijk, dat staat me nou wel aan. Dat ziet er goed uit. Nou. Hier ga ik aan beginnen. Ja hoor. Wilt u er nog wat bij drinken, Sinterklaas? Graag een koppig Spaans wijntje, meneer Van Rees. Dirk Jan, een koppig Spaans wijntje voor Sinterklaas. Dat is het. Nou, en nu komt de clou. Sinterklaas. Ja. Bent u er klaar mee? Oh, ik ben er klaar mee en het heeft voortreffelijk gesmaakt, meneer Van Rees. Dirk Jan, die rommel van tafel af. Nou ja, rommel. Noem het maar rommel. Wat was dit ook alweer? Een Marco. Marco Kant. Ja, heerlijk, heerlijk. Godverdomme. Wat is dit hier, o? Oh, Sinterklaas, dat is onze nieuwe afzuigkap. Nieuwe afzuigkap? Ja. En dat werkt volledig automatisch? Voortreffelijk vol automatisch. Aha. U kan hem dus gewoon dus nu programmeren, zeg maar inspreken? Ja, ik kan hem inspreken. Hij gaat nu een stukje lopen. Dat is tegenwoordig met die nieuwe afzuigkap is dat zo? Nee, kijk nou zeg meneer Adriaanse, wat enig zeg dat wij elkaar nu hier ontmoeten. Hoe is het met u? Prima. Gaat u zitten? Ja, je moet overal op letten natuurlijk. Goeiedag meneer. Goeiedag Sinterklaas. Hallo. Mag ik even bij u zeggen? Gaat u zitten. God, wat enig zeg. Wat zijn dat u hier langs komt? Ja, het is helemaal niet voor. Het is gewoon puur toeval. Mag ik Koos hebben? Ja, natuurlijk. Zet u maar Sinterklaas, dat is geen punt. Zeg, nu hier toch zitten. U bent toch niet op zoek naar spelers en winnen voor AZ? Eigenlijk wel. Meent u dat nou? Ja, want
We hebben vorige week vrijdag een scoutingvergadering gehad. Ja. En toen werd ik door patent gemaakt dat er twee spelers bij Limmer speelden. Ja. Die eigenlijk zo goed waren dat ze mogelijk in AZ1 zouden kunnen spelen. En die trainen op dubbele ramen bij Limmer. Ja. Vaak dubbel van trainen. In het donker ging het geloof ik. Ah, Ruud Donker. Ja, een zeer jonge, gretige speler. Klopt. Ja. Passiendeers. Ja, ja, het is een jonge hond nog. Ongelooflijk, ja. Die loopt de bloembollen uit de veld. Ja, ongelooflijk. Klopt, ja. Ja. Goed. En dan nog een dekker. Een dekker? Ik denk naar dekker. Dekker. Dubbeldekker. Ja. Ik denk dat ze een dekker. Goed in de dekking. Ja. Ook dan. Ja. Dubbeldekker. Dekker. In de sandwich. Juist. Straks kijken. Ja. In de bosjes. Dat is waarschijnlijk Ivan Dekker. Ivan, ja, Ivan. Ivan Dekker. Ja, want er zijn meer dekkers natuurlijk. En er was er nog één. Ja. Maar daar heb ik de naam van vergeten. Ja. Maar nu had ik een andere vraag. Ja. Heeft u lekker gegeten? Nou, u ziet, kijk, ik ben geen grote eter. Nee. De ober vroeg, wat wilt u eten? Nou, dat ben ik al helemaal niet gewend. Nee. Meestal krijg je zo'n... Als je me nou een menu krijgt. Ja, toeristenmenuutje. En dan ga je kijken zo, en dan doe je maar een pannenkoek met z'n. Ja, precies. Ja. Het leek wel alsof ik in een sterrenrestaurant was. Zo erg. Ongelooflijk. Ja, ja. Nou, dat komt mooi uit, want deze meneer Harold van Rees, die gaat voor de Dunlop-sterren. De Dunlop, ja, dat is iets. Toch Michel? Ja, maar wij hebben de Dunlop-band, zeg maar. Dat komt er net boven, zeg maar. Is dat er nog? Ja, dit is hem. Kijk, dit is hem. Oh, echt. Ja. En de vraag is nu, verdient meneer van Rees deze Dunlop-ster? Nou, heren, fantastisch. Nou, dan zou ik graag willen vragen of u deze Dunlop-ster wil omhangen bij de heer Van Rees. Absoluut hier aan ons culinaire genootschap van vanavond. Wij hebben ons wel voorgedaan als scouts, maar wij zijn eigenlijk culinaire. Dunlop. Niet te verwarren met Poutier, dat is weer een heel andere ster. Maar de Dunlop-ster, dat is de ster die je kan verdienen in de ooit een Adriaan. Dat is de eerste ster in mijn leven. Ja, maar u bent een ster. Mag ik u deze maar een ster ook, meneer Van Rees. Nou, ik denk dat u ook heel trots zult zijn. Nogmaals, bedankt. Sinterklaas, u hebt het druk. Ja, ik heb het in bezoek. Ook bedankt.